Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 13 februari. Het wordt de komende dagen lenteachtig. De temperaturen gaan omhoog en er komen flinke zonnige perioden. Vandaag is dat nog niet echt het geval, want er zijn veel wolken. Hier zien we dat ook op de satellietanimatie. Alleen in het zuiden breekt momenteel af en toe de zon door. En het idee is dat vanuit het zuidwesten geleidelijk aan meer opklaringen richting Nederland gaan komen. Maar dat duurt wel eventjes. Dus de loop van de middag vanuit het zuidwesten geleidelijk aan wat meer opklaringen. In het noorden blijft het vooralsnog wel bewolkt en ook in het midden van het land. Het rustige weer hebben we te danken aan een hoge drukgebied. We zien het hier liggen boven het zuiden van Duitsland en het hoge drukgebied... Blijft het weerbeeld bepalen de komende dagen. De stroming die wordt zuidelijk en vanuit het zuiden wordt zachte lucht aangevoerd en ook steeds drogere lucht. En dat betekent dat de zon steeds meer kans gaat krijgen. Morgen is het al vrij zonnig en de dagen erna is het grotendeels zonovergoten. Ja en vandaag dus veel bewolking nog enige tijd. Vanavond komen er wel steeds meer opklaringen. De temperatuur die daalt naar een graad of vijf. Vannacht kan het kwik in het binnenland nog dalen tot rond het vriespunt als er brede opklaringen gaan komen. De wind die is zwak tot matig en verder blijft het natuurlijk overal droog. En morgen, ja, zonnige periode, met name in de ochtend toch ook nog wel wat wolkenvelden. Maar die bewolking die wordt steeds dunner en de zon die krijgt echt steeds meer kans om goed te schijnen in het land. Dat betekent dat de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 10 graden in het noorden, tot 13 graden in Limburg. En de dagen erna wordt het nog warmer. Vrijdag wordt het zonovergoten met 11 tot 12 graden in het noorden en lokaal 16 graden in Limburg. En ook het weekeinde ziet er prachtig uit. Het is lenteachtig weer met temperaturen tussen de 11 en de 16 graden. Volgende week verandert er niet heel veel. Het blijft heel rustig weer. Mogelijk dat er dinsdag en woensdag wel wat meer wolken zijn. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne woensdag.